eerste overwinning na 5 wedstrijden. Gefeliciteerd. Dankjewel. Op het begin was Groesbeek sterker, hoe je duidelijk merkte de eerste half uur. Maar toch heb je weer de veerkracht weten te tonen en terug te komen. Wat vond je er zelf van? Nou, ik denk dat je het aardig goed verwoordt. Dus complimenten daarvoor. Het eerste gedeelte hadden we heel veel moeite met Groesbeek's boys. En werden we heel veel achteruit gedrukt. We kwamen ook slecht in onze opbouw op. Of in onze opbouw. En veel lange bal speelt eigenlijk de hele wedstrijd door wel. Maar inderdaad hebben we door duelkracht om in de duels te komen ook een aandeel in deze wedstrijd gekregen. Daarna kans gecreëerd, gescoord. Nou, en uiteindelijk door de in ieder geval werklust inzet ook deze overwinning over streeppunt. Ja, klopt. De scheids werd een beetje boos op Giro de Wild. De scheids vertelde dat hij een zwalbe deed. Wat vond jij daarvan? Was het ook echt een zwalbe of was het terecht dat hij viel? Het was een beetje sandwich. En ik denk dat Giro er niet heel veel aan kon doen dat hij uiteindelijk de bal kwam. Maar uiteindelijk is ja, scheidsrechter beoordeeld als een zwalbe. Dan moet je dat gewoon accepteren. Dan legt hij ook uit. En wat ik van de scheidsrechter begrepen heb, wilde Gino dan zijn gelijk halen. En daar had hij een beetje moeite mee. Dus dat moeten we niet doen. En dat weet Gino ook. En ik denk dat de scheidsrechter het goed gezien heeft. In ieder geval was ook geen overtreding. Dus hoe je het dan beoordeelt, dan maakt het misschien heel veel uit. Ja, precies. Later kreeg Gino ook een gele kaart. Vanwege zijn grote mond. Was dit wel? Was dit terecht? Of had je zoiets van, nou, scheids, dat had je wel even door de vingers kunnen zien? Dat de situatie heb ik verder niet gezien. Ik dacht dat hij gele kaart gaf voor de overtreding die wij maakten. Maar achteraf hoorde ik dus dat Gino het had gekregen op de commentaar. En als spelers commentaar op de leiding, dan moeten ze ook accepteren dat ze gele kaart kunnen krijgen. We spreken met elkaar af dat we onze monding houden tegen de man, waar niet uit wie het is. Scheidsrechter accepteren wat hij doet. Die man doet ook zijn best. En ik vind dat hij op weinig fouten te betrappen is geweest vandaag. Dus dan moet je ook op die ene of anderhalf foutje die dan, waar je denkt van je hebt gelijk. Dan moet je ook accepteren dat dat dan hierna is een keer. Nou, mooi gesproken. Na de 1-0 kwam de 1-1. Was dit vette pech? Of was het andere team, was Groesbeek gewoon veel sterker op dat moment? Nou, het was vrij snel naar rust. Ze kwamen wel agressief uit de startblokken. En een beetje ongelukkig moment dat Boy onder de bal doorging. Kwam er tussenin en de bal werd over Jeroen heen gelegd. En ja, die man die was dan op snelheid Jeroen moest nog draaien en die begon er mooi af. Dus ja, vette pech weet ik niet noemen, maar een beetje ongelukkig in de tweede helft, vrij snel ook. Ja, uitgaat wel te voorkomen, maar het is niet zo dat ze het afgedwongen hebben of zo. Dat is gewoon een beetje ongelukkige omstandigheden. Ja, de tweede goal maakte geen goede voorzet. De hand komt hem later in. Wat gaat er dan door je heen als je 2-1 maakt? Nou ja, goed, het is dus gelukkig dat we dan weer op voorsprong komen natuurlijk. Maar naast het feit dat we op voorsprong komen en dat het een goed gevoel is, uiteraard is het belangrijk dat we om Wesley Vink heen hebben gespeeld, wat we ook afgesproken hebben. En Twan die scoort 1-0 daaruit. En Wim of Han die scoort dan de 2-1 daaruit. Dus dat is wel bevredigend dat gebeurt. Ja, zeer gunstig. Nadat u op voorsprong stond, bracht u een aanvallende speler erin. Was dit echt tactisch? Want normaal als je op voorsprong staat, breng je eerder een verdediger in dan een aanvallender. Had je echt de hoop erin, de moed? Of was het ja, meer een wilde kort? De man die gewisseld werd, die moest eruit. Die gaf het aan, middenvelder. En kijkend naar wat ik op de bank had zitten, zeg maar, het leek me het beste om voor hem een wat aanvallende man erin te zetten. Ook om onder druk van de tegenpartij uit te komen. Dus het was in die zin wel tactisch ook wel dat we ook meer mensen voor moeten komen krijgen. Ja, zeker een goede zet. Daarna de 3-1. Een hele mooie actie van Twan Beijer. Wat gaat er door je heen als je ja, als Van zo naar voren loopt, klopt hem over de keeper heen en scoort. Dat is toch moet een prachtig moment zijn geweest. Ja, wat doe je? Dat was mijn gedachte. Wat doe je, Twan? Waarom loop je niet door? Maar goed, hij was zo zeker van zichzelf en hij chipte hem zo mooi eroverheen. Ja, dat is gewoon prachtig natuurlijk. Ja, dat is toch gewoon voetbalschoonheid, zoals we dat zo noemen, toch? Ja, en tenslotte de man of the match, Twan Beijer. Denkt u? Of? Ja, ik denk, als je kijkt naar de eerste goal, mooie loopactie van hem goed afgemaakt. De 2 of de 3-1 is ook een prachtige goal natuurlijk. Is al een man of the match. Op zich waard bijna, maar daarnaast heeft hij gewoon heel veel
arbeid geleverd voor het team en functioneel ook geweest in de duels, maar ook het bijsluiten en de passing. Dus meer dan terecht dat hij de man of the match wordt vandaag. Nou, dit was de eerste overwinning. Gefeliciteerd nogmaals. Volgende week, wat staat er dan te wachten? Volgende week gaan we naar SCP toe. Een ploeg die ook ongeveer in de vierde klasse. Dus, en die zit ook een beetje in dezelfde regio waar wij nu zitten. Dus een beetje in het rechter rijtje. Ik denk dat we dan wat meer spelaandeel hebben weer dan vandaag. Want ik vond dat we vandaag wel de onderliggende partij waren. En dat zal volgende week weer anders zijn, denk ik zelf. En dan is de vraag hoe we er zelf mee omgaan weer. Nou, veel succes volgende week en hartstikke bedankt. Dankjewel. Twan, twee prachtige goals gemaakt. Vooral de laatste. Je kwam er zelf helemaal vrij en lokte over de keeper heen. Ik zat zelf in het publiek en de andere, ja, het publiek om mij heen. Ja, het was gewoon zo'n mooi moment. Je zag ook al aan je hoofd. Wat ging er door je heen toen je hem lokte? En je wist gewoon dat hij in het goal zat. Ja, ik wist dat hij erin ging. Tenminste, na een tijdje. En ja, dat is gewoon geweldig dat je weet dat hij... Dat je wint, 3-1. Ja. Ja, natuurlijk, iedereen komt juichend naar je toe. Dat moet toch een geweldig gevoel zijn. Ik bedoel, al het heel publiek van heel lang schreeuwde je naam. Echt een kick of had je het verwacht? Nou ja, ik heb wel eens vaker gescoord natuurlijk. En ja, het is natuurlijk geweldig om te scoren. Dus dat geeft altijd wel een kick. Ja, mooi zo. Nou, gefeliciteerd nog. Ja, en succes de volgende wedstrijd. Dankjewel.